Welkom bij een nieuwe vlog. Het is eigenlijk een vlog tweedaagse. Want Yannick en ik die hebben een hele leuke opdracht voor de site. En dat is een hotel testen. Of tenminste, we gaan naar de opening van het Ibis Centre Hotel of Center in Rotterdam. En lekker met z'n tweetjes mogen we daar slapen. Zijn we uitgenodigd. Superleuk. En Lana slaapt voor het eerst bij mijn ouders. Dus voor het eerst niet bij ons. Dus dat is ook wel spannend. Dus het is echt een mijlpaal. En we vertrekken zo. Dadelijk komt de oppas voor Lana een paar uurtjes. Ike. En daarna dan nemen mijn ouders het over, want die zijn nu even weg. Dus doet eerst ik het en dan mijn ouders en dan slapen ze daar. En wij gaan dus even 2 dagen vloggen, want morgen wilden we in Rotterdam ook nog het een en ander gaan doen. Dus dan is het een vlog tweedaagse. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden om ons weer 2 dagjes te volgen. We gaan gezellig samen op pad. En we hebben er heel veel zin in. Woehoe. Het is nog een 3 kwartier rijden en dan zijn we er. We zijn wel wat laat. We zijn wel wat laat. Maar ja, goed. Fashionably late of zo. Nee, maakt niet uit. Nee, we komen wel op tijd. We zijn in ieder geval op tijd voor de opening en voor het walking dinner. Dat is belangrijk. Walking dinner. Dat is belangrijk. Dat is pretty big. Dus we gaan het zien. We zijn heel benieuwd. We hebben ooit wel eens in een Ibis hotel geslapen. Maar dat was zo'n budget hotel. En dit is volgens mij gewoon een normaal Ibis hotel. Maar... I don't know. We zijn er bijna. Nog 6 minuutjes. Nou, we zijn er. We hebben geparkeerd. Eindelijk. En we gaan zo het hotel. We zien het al. Lindon is dus gearriveerd in de lift. Hi. We gaan naar de kamer toe en we hebben nummer 406 en daar gaan we naar naartoe. En ondertussen zitten we aan de champagne. Altijd een leuk moment. Yeah. Woe. Nou, even kijken hoor. Hey, we zijn in de kamer en ik ga het even laten zien. Wat? Dat was ik niet. En hoe is het bed? Want ze zeggen dat dit echt het beste bed is. Oké. ik vind mijn eigen bed misschien fijner. Oh nee. Nou, dus de badkamer, de douche en het toilet. Nou ja, toch geen tijd om te badderen, dus ja. En dit ben ik. Hoi. Wij vinden het er wel goed uitzien hier. Prima, in ieder geval voor een nachtje. Nee, het is super. Het is echt heel luxe. En hier ligt mijn mannetje. Hier. Oh, jezus. Wat ben je, 30 kilo aangekomen? Ja. Het eerste wat je doet als je bij een hotel aankomt, is kijken of er gratis spullen mee te pakken zijn. Maar dan kom je hier. Dat is je pas. Nee, nou, dan gaan we toch naar de douche. Kijk, shampoo. Dat was het. Oké, nou, dat wordt nu echt gekregen. En we zien hier al Marike en Geert. Yay. Hoi. Geert heeft al aangevallen een worteltje. Het wortel. Oh. Ja, ik vind het ook raar uit die gele, hè? Het lijkt wel pompoen of zo. Maar... Ja, ja, nee, smaakt wel wortel. Oh, ik zie dat daar ook al wat hun daar zijn gaan zitten. Misschien... Kijk maar. Maakt niet uit. Ik heb in ieder geval een salade met mozzarella en zo. Oh, nee, dat is toch even maat. Wat is het lekker. Fuck.
wat je wil. Bij de hotelkamer. Oh shit. Ja. Kaartje erin als er weer in ligt. Woe! Zo, nou een hele gezellige avond met heel veel gezellige dames. Ik zeg gewoon met alle dames van de blog. In de blogwereld. Met hele gezellige dames. En waar ik dan zo lekker slaap. Ik zeg gewoon met de dames. Met de dames. Oh, nou, ik zit nu zonder make-up op het bed. Al in pyjama. Wow. Ik moet heel eerlijk zeggen. Het is een heel fijn bed. Ik ben benieuwd hoe ik slaap, maar ben ik best wel makkelijk in verschillende bedden. Nou, ik zit zonder make-up, zoals je kunt zien, maar that's also who I am. En super chill hier. Zo, we gaan de vlog afsluiten voor vandaag. Slaap lekker allemaal. Tot morgen allemaal. Zeg gewoon een vlog tweedaagse. Ja. Ja, twee dagen. Dankjewel voor het kijken. Abonneer op mijn YouTube kanaal. Doei!